Hey, leuk dat je kijkt. In het Paterswoldse Meer is Waterschap Noorderzijlvest bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit. En waterplanten helpen daarbij. Meer waterplanten groeien is belangrijk, maar ook weer niet te veel, want dan kun je er straks niet meer varen en dan is zwemmen ook niet meer fijn. Dus het gaat om een goede balans. En om die waterplantengroei te kunnen volgen en te kunnen voorspellen, worden er monitorings uitgevoerd, controles en doorzichtmetingen. En bij die doorzichtmetingen kunnen we wel wat hulp gebruiken. Vind je het leuk? Heb je zin om dit seizoen een meetplek te adopteren? Blijf kijken. Wij laten je zien wat het inhoudt. Doorzichtmetingen doen we met een sekkieschijf. En die heet zo omdat meneer Sekkie hem bedacht heeft. Een schijf, een koord met balletjes, die staan voor het aantal centimeters. Zie je de schijf niet meer, tel je het aantal balletjes en dat is de helderheid van het water. Hey Tamme, wij gaan zo het meer op, gaan we een paar metingen doen. Het meerschap en het waterschap trekken vaak met elkaar op. Jij werkt bij het meerschap, vertel eens, wat doet het meerschap? Het meerschap is verantwoordelijk voor het hele gebied wat je hierachter ziet. Het Hoornse Meer, het Paterswoldse Meer, de Hoornse Plas en alles eromheen. En wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer en de stijgers, de veiligheid. Een zorgplicht voor de bomen. De aannemers die wij inhuren voor het bomenonderhoud. Wij huren aannemers in voor het maaien van de waterplanten. Ja. We hebben exoten, waternavel, berenklauw. En over de zomer heel veel afval. Maar eerst gaan we meten. We gaan eerst meten. De boot ligt klaar. We gaan de helderheid meten met deze schijf om meer te weten te komen. Licht is belangrijk voor de groei van waterplanten. Valt er weinig licht op de bodem, dan is de kans op wortelende waterplanten klein en winnen de blauwalgen van de waterplanten. Valt er veel licht op de bodem, dan kunnen waterplanten groeien en winnen ze terrein van de blauwalgen. We hebben een aantal vaste meetpunten bepaald op en naast het water. En jij kiest dan één van die meetpunten uit die jij één keer per week of één keer per twee weken gaat meten. Dat doen we van mei tot en met september. En je krijgt van ons een zeggieschijf te leen. Je meting geef je door via een online formulier, zodat alle metingen voor iedereen te volgen zijn op de website. Hoe meer we meten, hoe meer we weten in de aanpak naar een betere waterkwaliteit. Vind je het leuk om mee te doen dit seizoen? Stuur ons een mail. Tot de volgende, die gaat over blauwalgen.